Goedenavond, beste kijkers. Hier zijn we dan, hier op de avond om de loterij, de lotjes gaan te trekken. De trekking dus. Nou, we zijn namens de Stichting De Ochgevochten zijn we hier. En een van de bestuursleden die heeft geweldig verzorgd dat alles goed verliep. We hebben heel veel loten verkocht, of niet, Marinette? Zeker weten. Nou, fijn. En we zijn hier ook bij het Trefpunt, oftewel bij Ruudje en Natasja. En het mooie ervan is dat ze precies een week geleden, de 22e van de 11e, bestaan ze precies 30 jaar. 30 jaar zijn ze hier al in de Ochgevochtenpoel, hè Ruud? 100% waar, Brits. Ja. Ja. Nou, leuk. Nou, proficiat. Dankjewel. Ja, dank u. Nou, we zijn hier natuurlijk niet helemaal alleen. We zijn ook de prachtige kikkers zijn erbij. Nou, hartstikke blij. Die passen heel goed op de lotjes nu. En mijn adjudant is erbij. Gelukkig weer, want waar ben ik toch zonder mijn adjudant Maya? Dat bedoel ik maar. Juist. Nou, en wie hebben daar schone dames hierbij? Nou, mogen zelf zichzelf voorstellen. Ik ben jeugdprinses Lieke. Ik ben adjudant Mina. En ceremoniemeester Lara. En hoe is het met je? Nog steeds zin in om weer carnaval iets leuks van te maken? Zeker. Nou, en wat is jullie motto toch alweer? En dat ben ik helemaal vergeten. Een echte korpel of ogenvoors gooit met carnaval alle rem los. Nou, moet eens kijken. Dat komt helemaal goed. Nou, leuk. We gaan toch maar stukjes aan beginnen. Eén ding wil ik nog even doen. Ja, onze Sjerp nog eventjes promoten. Maya, wil je die even pakken? Onze Sjerp, onze Wimpel, voorzitter. Wimpel. Tadaa. Nou, deze prachtige Wimpel, die hebben we vorig jaar laten maken. Want dit jaar, omdat we dit jaar 50 jaar bestaan, willen we dit jaar tijdens carnaval heel graag zien de heel Ochgevochtenpoel. Heel Ochgevochtenpoel, dus ook bij jullie opa en oma's. Nou, overal deze Wimpel komt te hangen. En dat is hartstikke mooi omdat we 50 jaar bestaan. Hè? 50 jaar. Ons thema is er ook helemaal op ingericht. Er schittert goud voor jong en oud. Of niet, dames? Ja. Ja. Waar kunnen we hem kopen, Prins Wilhelm? Die kunnen kopen, ja. Die kunnen kopen voor 11 euro'tjes. Kunnen we kopen bij de voorzitter, bij Marianne van der Ven. Of bij mijn adjudant Maya. Of bij mij thuis natuurlijk. Hè. Bij mij thuis waar die mooie prinsenauto staat. Nou, daar kun je deze prachtige Wimpel kopen. Nou. Volgens mij lijkt het een goed plan om een stukje aan te beginnen met de trekking. Of niet, dames? Ja. Ja? Nou. Mogen wij de emmer of de glas? Hallo? Ja? Ja? Mag dat? Maar ze passen wel heel goed op de loten natuurlijk, maar ja, dat is ook zo. Want het is ook even heel veel zorg. Is dat allemaal. Dan pakken we het even over, zetten we eventjes hier op tafel. Want het is weer heel veel verkocht. En we willen het natuurlijk zo goed mogelijk doen. Daarom is Marinette er ook bij dat alles goed verloopt. Nou, gaan we beginnen met de eerste prijs. Van 5 euro. Lieke. Vertel het maar. Ik heb er al niet bij, hè. Roombouts. Leunensdijk. Nummer 11. Helemaal goed. 5 euro'tjes. Nou, naar voren, hè. Van 5 euro. Die mag Nine. Nou, meteen met een glimlach. Nou. Bente Akkerman, Harensweg 4. Ah, moest kijken. Ja. Is ook weer hartstikke blij, alsjeblieft. Nou, de volgende. Lara. Ja. Allemaal van 5 euro nog goed steeds. Goed krabbelen. Nee. Marianne Voets, Ben Akker 39. Nou, die Marianne is ook weer hartstikke blij. Ik? Jij mag. Ga eens een beetje naar onderen grabbelen. Dat doe maar eens. A van Genen, de Hofstad 19. Met jouw broer. Dat is familie, ja. Nou, is ook weer gelukkig.
Nou, dan zal ik eens even gaan grabbelen. Ik ga altijd onderin zoeken. Dit is de alleronderste. Even kijken, eentje en dat is van Bracht Hulsberg 16. Ook 5 eurotjes. Ja, nou, Lieke, mag weer. Goed grabbelen, Lieke. Van Kasteren Hulsberg 18. Familie van Kasteren. Nine, ik zeg het nog steeds goed, hè? Ja. Met 11-11 bal zei ik heel iets anders. Herman van der Zanden, Leningsdijk. En er staat geen nummer. Geen nummer, maar we weten heel goed waar Herman woont. Dus dat komt helemaal goed. Nou, Lara. Heel diep, denk ik. Familie Letten. Leijten. Oh, Leijten. Spankertstraat, nummer 3. Familie Leijten. Nou, nog een keer. Familie Hulsbos, Romeinseberg 2. Ja, ook voor 5 euro. We zijn nog steeds met de prijzen bezig van 5 euro. Nou. Mevrouw van Eindhoven, Weiakker nummer 7. Nou, Lieke weer. Lieke, je mag weer. Mag weer. Van Eindhoven. Postelstraat. 24. Nine. Misschien kan je wel een beetje aan de andere hand krabben. Van Gerven, Willebroersweg 11. Ja. En Lara. Familie van der Loo. Ruiting. Ruiting. 9. Ja. Komt in de buurt, Lara, bij jullie? Ja, dat is heel niet. Nou, wel. Maar ja. Ja. Er zijn er heel veel. Familie van Riet, Spankerstraat 4. Nou. Familie Sterks, Koningsweg, nummer 15. Nog steeds 5 euro. Nou, Lieke weer. Ten Oude, Willy Broddersweg, 31. Hoe is het met de kikkers hier achter me? Ja, allemaal goed? Goed? Ja, die zijn lekker vrolijk bezig. Nou, helemaal maar goed. Nine. Met je linkerhand, doe maar eens proberen. Deze? Ja. Lammers. Nachtegaallaantje. 2. Nummer 2, ja. Lara. Wil Rutten, Vinkenheuvel 1. C. Pijnenburg, Marktplein 7. Oh. Verkeerde Pijnenburg, ja, helaas. Verkeerde adres. Dit is de laatste van 5 euro. We hebben in totaal 20 prijzen van 5 euro. En de laatste is voor Sterks Koningsweg 15 in S. Kijk. Dat is Johan, hè? Onze Johan valt weer in de prijzen. Nu gaan we dan over naar de prijzen van 10 euro. Nou, Lieke, ja. Maak eens iemand gelukkig. Familie Verhoeven, Postelstraat 38. Nine. Nine? Ja, heel goed. G van der Lee. Staat geen adres? Nee, er staat wel een telefoonnummer. Dus dat komt helemaal goed. Dat gaan we eerst bellen. En dan de prijs afgeven. En Lara. Niet erin kruipen, Lara. Roel van der Lee, toch? Of? Ja. Vinkenheuvel 9. Goed zo. Nou, ga ik nog eens even
Marieke van Schijndel, Vinkenheuvel 22. Nou, Marieke, 10 eurotjes. Nou, dan is even onder in de pot gaan grabbelen. Den Oude, het kruis 21. Nou, de laatste van 10 euro mag prinses Lieke trekken. S. Kessels, Willy Broddersweg 2 in S. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we over naar 4 prijzen van 25 euro. Laat niet mee. Fan van Brunschot, Loishof 46. Lara, je mag weer in de pot kruipen. Familie Wagenaars. Oh, Groenweg 9. Goed zo. Nou. Familie Schalks, Lochtenberg 15. Nou, de laatste van 25 euro. In totaal 4 prijzen van 25 euro. Nou, die ga ik weer eens een heel mooi lotje. En dit is hij. Familie Raas. Groenendaal nummer 1. Nee, dus Van Rooy moet dat zijn dus. Van Rooy, ja. Familie Van Rooy, Groenendaal 1. In stad S. Eén prijs? Twee. Ja. Twee. En nu hebben we dan 2 prijzen van 50 euro. Ja, juist, Rick. De roffel. Nou, Lieke, wie maak jij gelukkig met 50 euro? We zijn benieuwd. Isa Sporen, Overeind 4. Nou, kijk eens. Nou, eens kijken. Nog één. Ja, Nina. Ja. Hij had zo goed geoefend. Oké, heel erg zo geoefend. Van Van Rooy, Beemt 1. Familie Van Rooy, Beemt 1. Ook voor 50 euro. En? Ja, dit hè. Ja, juist. Ja, dit is een hele mooie envelop. Ja, deze, dit is de hoofdprijs. De hoofdprijs is 150 euro. Wat zou je dan mee doen, Lieke? 150 euro? Ik heb geen idee. Geen idee nu, nee. Met zo'n prachtig prinsesleven daar. Heb je alles al, hè? Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Maar ja, deze prijs gaan we nu uit deze mooie pot uithalen. En wij gaan ook, voor deze keer is helemaal nieuw, gaan we ook echt bij de mensen, bij de winnaars thuis brengen. Dus dat wordt een feestje dadelijk. Dus we gaan nu het lot trekken en dan gaan we straks met de mooie prinsenauto erop af. Dus hou je hem even vast? Voor de spanningen, zo? Nou, zal ik eens eventjes flink gaan graaien? Ja? Dit wordt ie. Lieke, kijk eens mee. Pennings, Santa Monica, 29. Oh. Nou, er staat een mooi telefoonnummer bij, dus die gaan we dadelijk bellen en dan gaan we daar op af. Familie Pennings, van harte gefeliciteerd met 150 euro. Hartstikke mooi. Nou, die houden we even hier goed erbij. Goed zo. Nou, top hè? Ja. Top gedaan allemaal. En nog eens de kikkers, top hè? Jij is top, helemaal top. Nee, maar nou, namens de Ochtendvorsen willen we natuurlijk iedereen bedanken voor het meedoen van de loterij. Hartstikke fijn. Nou, dan willen we hierbij afsluiten. Heb je nog iets aan toe te voegen, dames? Nee. Zin in carnaval? Ja. En de voorbereiding gaat allemaal goed? Ja. Onderscheidingen maken? Ja. Bord maken? Wat moeten we allemaal nog meer doen? Speech maken, oh ja, daar zijn jullie wel heel goed in. Ik heb er eentje gehoord, maar die zullen we maar niet gebruiken, want dat was te. Ja. Maar dat komt helemaal goed.
Had je nou Maya, heb ik nog iets vergeten of zo? Allemaal perfect hier volgens mij. Ja? Ja. Nou, fijn om te horen, dan doe ik het ook weer goed. Nou, fijn. Mensen, tot ziens. We zien elkaar wel een keer als we met onze prinsauto rondrijden. Of anders. En heel gare namens deze geweldige hoogheden, Kikkers en iedereen die aanwezig is. Ruud, nog dankjewel. Dankjewel. Het allerbeste. Houden waar. Ja, nou, volgens mij moeten we hierin, dames, of niet, Lieke? Ja, volgens mij ook. Nou, dat komt helemaal goed, maar ik ga een beetje uitpraten, ja. Zo, ja. Nou, hier moeten we zijn. Nou, dan gaan we eens verder. Het is wel donker, hè? Welk nummer was het? Nummer 29. Heel goed. Familie Penning. Nou, kom maar. Nee, we moeten niet de hoofdingang. De huis is achter. Mag ik op de bel drukken? Je mag op de bel drukken, hoor. Komt helemaal goed. Nou, fris windje. Ja. Nee, geen windje laten. Nee, dat natuurlijk niet. Wat is koud. Nou. Het zijn lollige meiden. We hebben een paar giebelgeiten bij. Ja. We hebben dit jaar een paar giebelgeiten. Ja, helemaal gezellig. Nou, dan gaan we hier nog een keer. Dan gaan we hier nog een keer door een poort. Nummer 29, wacht even. Hallo! Nou, daar zijn we dan. Even dan even de envelop laten zien. Hallo! Hallo! Goedenavond! Goedenavond! Ja! Ja, ik kan het gewoon. €50 gewonnen. Leuk! Super! Willen jullie binnenkomen? We komen wel een stukje naar binnen. Ja, ik wil wel even een stukje doen zo bij hem. Bij hem, hoe heet hij alweer? Hallo. Op tv altijd komt. Gaston. Gaston. Goedenavond. Die een andere. Goedenavond, nee. Hallo. Tim, wie dan? Hoi, ik ben Maria, hey. Hoi. Tim. Nou, wat een verrassing, hè? Nou, grote verrassing. Nou, we hebben even, zullen even... verrassing. Maar jij komt er even bij? Ik kom er even bij. Komt er de prijswinnares komt er ook bij en meneer natuurlijk ook bij. Ja. Nou, even kijken, het lotje zit hier in, het lotje. Dat is voor jullie. Ja, het kleine lotje, ja, ja. Kijk u even naar de camera, doen ze ook altijd naar de camera. Oh ja, we willen jou echt wel zien, hè. Dit is het, hè. Ja. Pennings, maar heb je ook een voornaam toevallig? Daisy. Daisy Pennings. Santa Monica 29 in S. Nou, telefoonnummer klopt ook helemaal. Nou, moet eens kijken. Had, ja, dus, hartstikke mooi, leuk. Nou, proficiat nogmaals. Dankjewel. En ja, daar komt het, hè. Daar komt het, hè. Dit is een heel mooi... dankjewel dat je de lot gekocht hebt. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste, Lieke. Wil je dat overhandigen? Wat is dat? Dat is de €150 die heeft gegeven. Nou, helemaal super. Dankjewel. Super tof. Echt wel. Alsjeblieft, €150. Kijk. Ik zal dit even lezen. Nou, dan mag je wel lezen. Leuk. Oh, daar staat het zelf op. Ja, leuk. Ja. Nou. Dankjewel. Allemaal. Nou, ik heb een bloemetje. Nou, gefeliciteerd. Doe even zoenen, hè. Oh ja, zoenen, oh ja, dat doe ik natuurlijk ook. Oh, helemaal vergeten. Dankjewel, ik kom jullie gewoon allemaal kussen. Nou, kijk. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, dan gaan we nog alle kijkers nog eventjes nogmaals bedanken voor het meedoen met de loterij. We kopen van het lot. En heel gaar, of niet, Lieke? Ja. Heel graag tot volgend jaar met carnaval. Dankjewel. Doei. Nou, doei. Nou, die prijs is goed in ontvangst genomen. Nou,
Met een krat bier leken, we gaan naar huis, of niet, dames? Ja. Nou, houden we haar. Nou,